very odd and very difficult to know when it's reality and when it's not. So I guess that's a good insight. But I didn't enjoy it, that's for sure. Welcome to Labyrinth Psychotica. Labyrinth Psychotica was designed as a do-it-yourself psychosis kit that will take you on a journey of digital LSD. For this experiment, we will be linking your mind to the mind of a girl named Jamie. Jamie is currently located at a nearby hospital. By meandering into the labyrinth of her experiences, you will be making a valuable contribution to her recovery. It is your assignment to observe the experiences that are revealed to you. You will have access to her memories, and at the same time, some of those memories will be transferred to your real-time experience. Remember, you are on a heroic mission to help Jamie's carers to understand what she is going through. We are counting on you. By pressing start, you will have agreed on participating in this groundbreaking experiment and understanding the subjective experience of psychosis. Ik kreeg een opdracht, dus ik probeer. Je bent nu paars. Oh, oké. Okay. Ja. Ik moet rondlopen en ik. Oh, god. Ja, kijk of het effect heeft. Maar het is nu chaos. Ik ga even kijken of als ik reageer of dat helpt. Ik krijg te veel prikkels. Take one step right. Ik zie helemaal verder helemaal niks. Okay. Sta je hier? Ja, ik sta hier. Ik ben net aangeraakt. Oh, dan ben je echt veel dichterbij dan ik denk. Sorry, ik zal een stukje naar achter gaan. Oh, ik hoor jou niet. Ja. Ik weet helemaal niet of jij tegen mij praat, want ik hoor alleen maar. Ik ben heel erg alleen nu. Ik weet het niet. Lichtjes. Ja, dit is heel moeilijk. Om je hierop te concentreren en dan ook weer hier. Er gebeurt heel veel. Wat zie je dan allemaal? En ik hoor heel veel. Oké. Moeten we harder praten? Het is echt inderdaad een film. Ja. Het lijkt net of ik hier niet ben. Waar ben je dan wel? Ja, ik weet dat ik hier ben, ja. Maar ja. Het is niet zo dat ik hier weet waar ik dan ben, maar het zijn twee werelden. Ik weet eigenlijk niet heel goed wat ik moet voelen op dit moment. Het is zo'n chaos. Het is zo bizar inderdaad. Whispering. What is that? Sorry? That's
Sorry, what did you say? Laughing. Ik moet gaan lopen. Wow. Echt waar. Zo cool. I can't hear. What did you say? Nothing makes any sense here. Het is echt een soort van trip zonder dat je gebruikt hebt. Ik vind het echt. De mensen waar ik elke dag mee aan het werk ben, als die dit ervaren. Let's take off the psychosis. Bizar. That's quite nice to leave. Wij doen de psychose even af. Ja, dat is goed. Jezus. Dat is fijn, nou, dat ik eruit kan stappen. So I'm not sure I really enjoyed that, but that was a strange experience, thank you. Ja, dan moet je gehoorzamen, nou, dan doe je dat ook maar. Want ja, dat geeft houvast, dat geeft richting. Zo, nou, dan kan ik tenminste wat doen. Ja. Toen ging het dieper en dieper. Ik vond het heel als je het zo hebt, heel moeilijk om inderdaad hier te zijn, hè? In gesprek te gaan. Er gebeurt heel veel. Je ziet soms ook niet meer wat je hier bent, dat je wat je doet. Echt, ja, heftig. Het ging echt van heftig naar tof, naar van wow, wat gebeurt er allemaal met me. Ja, ik vond hem super. Ja, ja, en maar heftig ook. Ja, ja. Komt er zoveel op me af dat ik dit contact verlies. Zeg maar. Ja. Maar je hoort ook het congres. Ook nog. Je hoort de mensen praten, hoor je ook nog doorheen. Ja, vooral de laatste stukjes waren wel apart, ja, heel heftig. Dat, ja, onwerkelijk, ja. Op voorstel is de hele aansluiting met de werkelijkheid compleet verliest, ja. There was a tiny chink of light that I deliberately kept there to be able to hold a grip on where I really was, and I guess maybe that's what I would think of as hope. That it is possible to stay somehow connected, even if very thinly, to reality, even at the darkest times. So that was quite moving. En dan heb je een wat helder moment en dan, ja, dan kun je een gesprek aan, maar dan gebeurt er zoveel dat dat eigenlijk heel moeilijk is om dat te continueren. Nee, ja, het helpt mij al licht, ja, dat sowieso. Dat sowieso. Kun je nog iets beter verplaatsen, denk ik, en wat er met zo iemand omgaat. Dat je jezelf niet eens meer herkent, zeg maar. Dat je jezelf, je eigen handen niet, en zo niet meer herkent. En dat je, ja, als je dat al niet meer kunt herkennen, wat dan nog wel uiteindelijk, ja. Hè? I think it would be helpful maybe for some people, where there is a view that the person is being difficult, or a view that the person, if they tried harder, could be different, that there is a moral perspective. But I think for some people it would be quite painful to realize sometimes that is what life is like. Als iemand al zoveel prikkels krijgt en je snapt dat iemand dus overprikkeld is, dat je dan niet nog meer prikkels gaat toevoegen door proberen daarin te komen. Dus je gaat echt in je cocon zitten. Dus dat is wel. Het is heel, heel realistisch. Het is echt heel, ja, heel echt. Ik heb altijd wel het idee gehad dat ik het op een of andere manier begrijp wat het is. Maar ik heb het niet ervaren. Ja. Nog. En als het iets. Als dit zou het zomaar kunnen zijn, daar kan ik goed bij. Dus dit helpt wel? Dit helpt mij wel om het, te pakken. Om te horen wat je zegt en dan ook antwoord te geven, dat te concentreren, hè? Heel apart, ja. En ook wel, ja, een beetje
niet leuk. Een beetje zweterig ook wel. Een beetje van, goh, wat gebeurt er allemaal? Spannend. Weet je, ik heb door middel van het nemen van bepaalde middelen toch ook wel bepaalde ervaringen. En ik dacht altijd van, als het dat is, maar dit is nog meer chaos. Want je hebt al dat geluid erbij, die beelden die door je knallen, dat vertraagde inderdaad. Je kan niks meer, je kan echt niks meer. Ik vond hem echt, ja, ik vond hem super. Bedankt. Ja, ja, ik vind het een super ding. Wat ik wel heel bijzonder vond, is dat het net leek alsof, alsof ik echt met iemand sprak die psychotisch was. Ik weet het niet meer. Ik merk wel dat ik nog steeds erg overprikkeld ben. Ja. We laten je met rust.